Welkom. Om het einde van het jaar even lekker te vieren en goed af te sluiten, laten we iets samen doen. Met deze een quiz. Voordat je verder gaat, nodig wat vrienden uit, haal ze bij elkaar en start dan weer het filmpje. Oké, welkom allemaal voor de Seine quiz. Geen paniek, je hoeft helemaal niks over Seine te weten, je mag raden. Paar regels, iedereen telt zijn eigen punten, iedereen telt eerlijk. En als je het niet weet, je mag raden. Klaar voor? Let's go. Vraag nummer 1. Zoals je weet blazen conducteurs vandaag en dag als de trein vertrekt op een fluitje. Maar was dat altijd zo? Ik zeg, de allereerste conducteurs bliezen niet op een fluit, maar op een trompet. Maar is dat waar? Ik geef jullie 5 tellen om na te denken. Als je zegt dat het waar is, strek je hand omhoog. Als je zegt, nee, ze blies altijd op fluitjes, strek je hand naar beneden. Klaar voor? 5, 4, 3, 2, 1. Het is waar. Iedereen met een hand omhoog heeft een punt. Vraag 2. Naar toeters? Bellen. Vroeger had ieder station een stationsbel. Maar waar luidde dat ding voor? 2 mogelijkheden. Of ze luidden de bel als een trein aankwam. Of ze luidden een bel voor het vertrek dat de mens kon instappen. Iedereen die zegt ze luiden omdat een trein aankomt, hand naar boven. Iedereen zegt ze luiden omdat een trein vertrekt, hand beneden. Ik tel tot 5. 5, 4, 3, 2, 1. Iedereen met de hand beneden heeft het goed. Ze luidde inderdaad de bel voor het vertrek aan te kondigen, dat de mensen nog op tijd dag konden zeggen en instappen. Dat doen we nu niet meer. Vraag nummer 3. Ook de stoomlocomotief kon seinen geven, gewoon door te fluiten. Bijvoorbeeld deze. Maar wat betekent het? 2 keuzes. Of het betekent dat een tunnel komt en de mensen hun ramen moeten dichtdoen. Of het betekent remmen. Je moet weer kiezen. Hand omhoog betekent remmen. Hand omlaag betekent tunnel. Ik tel tot 5. 1, 2, 3, 4, 5. Goed. Iedereen met de hand boven heeft een punt. Het is inderdaad het sein om te remmen. En voor wie is dat sein? Nou, helemaal achter in een stoomtrein, in de wagen, in een klein hokje, zat een meneer met een rem, de remmer. Nummer 4. Eenvoudige vraag. Wat is de bijnaam van de vertrekstaf? Optie 1. De vliegenmepper. Optie 2. Het spiegelei. Iedereen die zegt de bijnaam van het ding is het spiegelei, hand omhoog. Iedereen zegt de bijnaam is de vliegenmepper, hand omlaag. Ik tel tot 5. 1, 2, 3, 4, 5. Het antwoord is het spiegelei. Dat is de bijnaam van de vertrekstaf. Vraag nummer 5. Helemaal in het begin, toen de trein achter mij, de Arend, reed, was er langs het spoor regelmatig een heel klein huisje. En in dat huisje, daar zat een man met een witte vlag en een rode vlag. Hij keek of het spoor veilig was. Als het veilig was, strekte hij de witte vlag omhoog en wist de trein dat hij kon doorrijden. Als nou bijvoorbeeld een koe op het spoor was, dat is niet veilig, dan de rode vlag en moet de trein stoppen. Dan moet eerst even de koe van het spoor af en dan weer de witte vlag. De vraag is dat waar? Waren er echt om de zoveel 100 meter mannen in huisjes met witte vlaggetjes in het begin? Iedereen die zegt, ja, er waren mannen met vlaggetjes, die strekt zijn hand omhoog. Iedereen die zegt, er waren geen mannen met vlaggetjes, die strekt zijn hand omlaag. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, er waren mannen met vlaggetjes
Om de zoveel honderd meter waren er seinwachters die opletten of het spoor veilig was. Dat is nu helaas niet meer. Vraag nummer 6. En deze is voor iedereen die nog geen één punt heeft. Bij deze vraag haalt iedereen een punt. Wie bij deze vraag geen punt heeft, die wil ik voorlopig niet op een fiets zien. Dit is het model van een spoorwegovergang met een AHOP, automatisch halve overwegbewaking. Halve spoorbomen, als een trein er niet is, zijn ze boven en als een trein komt, ping, 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 zugdoem, zugdoem, zugdoem. De vraag is, waarom zijn het maar halve bomen, waarom niet hele? Twee mogelijkheden. Optie nummer 1, dit zijn halve bomen, zodat je met de auto niet klem komt en eruit kunt rijden. Optie nummer 2. Nou, er is nog genoeg ruimte voor fietsers. Die kijken zelf wel en als ze geen trein zien, kunnen ze al langs fietsen. Iedereen die zegt dat dit halve spoorbomen zijn, zodat de auto niet klem komt, strekt zijn hand omhoog. Iedereen die zijn hand beneden heeft, zegt dat je met de fiets langs kunt rijden omdat de spoorboom nog beneden is en je geen trein ziet. 5, 4, 3, 2, 1. Wie zijn hand nu beneden heeft, jongens, ga voorlopig even niet fietsen. Iedereen met zijn hand boven heeft een punt. Vraag nummer 7. Het knalsein. Ik doe hem even open. Dat is niet het knalsein, dat is maar een blikje. Dit is het knalsein. En die dingen waren bij de machinist vroeger. De vraag is, waar waren die dingen voor? Twee mogelijkheden. Of, deze waren om bij de buffer aan het einde van de trein vast te maken. Als een andere wagen vastmaakte, hoorde de machinist een knal en wist hij dat de wagen goed vast zit. Optie nummer 2, deze werden op het spoor gelegd als waarschuwingsmiddel voor andere treinen. Als er iets mis was, hoorde je het knallen en moest je meteen remmen. Maar welke van de twee is het? Iedereen die zegt, deze waren voor de buffers als teken dat je een trein had vastgemaakt, strekt zijn hand omhoog. Iedereen die zegt, dit was een waarschuwingsmiddel om op het spoor te leggen, strekt de hand omlaag. Ik tel tot 5. 1, 2, 3. 4, 5. Iedereen met de hand omlaag heeft een punt. Dit is inderdaad een waarschuwingsmiddel. En oh ja, het is geen vuurwerk. Vraag nummer 8. Dit is het model van een armsein. Deze had je vroeger, nu niet meer. Je ziet misschien waarom het een armsein heet. De arm kan omhoog en omlaag. Eén van de twee betekent doorrijden, maar welke? Iedereen die zegt, bij een armsein betekent arm omhoog, doorrijden, strekt zijn arm omhoog. Iedereen die zegt, arm omlaag betekent doorrijden, strekt zijn arm omlaag. 5, 4, 3, 2, 1. Iedereen die zegt, arm omhoog betekent doorrijden, heeft een punt. Gefeliciteerd. De laatste vraag over dit sein. Machinisten kunnen niet zomaar een ommetje rijden. Van het spoor wat ze rijden, moeten ze alle stations weten, moeten ze de snelheden weten, moeten ze de extra regels kennen en moeten natuurlijk ook alle seinen kennen die ze kunnen tegenkomen. Zoals deze hier. Maar wat betekent deze? Mogelijkheid nummer 1. Dit betekent einde van de snelheidsbeperking. Net zoals op de snelweg, zo'n wit bord met van die zwarte strepen. Of, optie nummer 2. Dit bord betekent einde van de bovenleiding. Hierna is geen stroom meer. Je snapt waarom je dit sein wilt weten. Iedereen die zegt, arm omhoog. Het betekent einde van de bovenleiding, arm omhoog dus. Iedereen die zegt, het betekent einde van de snelheidsbeperking, hoogste snelheid toegestaan, houdt zijn arm beneden. Ik tel voor de laatste keer tot 5. 1, 2, 3, 4,
5. Iedereen met zijn arm omhoog, die zegt dat dit betekent einde van de bovenleiding, heeft een punt. En dan snap je nu waarom machinisten deze scène goed moeten kennen. Want als je denkt dit betekent volle kracht vooruit, heeft bij dit zijn een groot probleem. Zo, dat was de scènequiz. Check bij elkaar wie de meeste punten heeft. Heeft er iemand 10 punten? Dat lijkt me sterk namelijk. Het waren maar 9 vragen. Bij deze, hartelijk gefeliciteerd. Dank voor het meespelen. En hele fijne feestdagen allemaal.